Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe videokanaal van Horsenshop. Vandaag ben ik met Sonja Thiers. En wat doe je? Ik werk voor Wilde Ecken. Dat is een groothandel gespecialiseerd in onder andere het merk Freedom Riding Articles en de Cavallo hoefschoenen. Die wij in Europa import en export gaan doen. Superleuk. Nou, ik heb Sonja hier uitgenodigd omdat ik graag hoefschoentjes voor Pino heb natuurlijk. Waarom doe ik dat? Ik heb geen ijzers bij mijn paarden. Waarom heb ik geen ijzers? Ik vind dat het niet nodig is voor je paard, waarom zou je dan ijzers nemen? Daarbij kost het natuurlijk best wel veel om een paard op ijzers te zetten, dus het scheelt ook qua kosten heel erg. Maar ik merk toch dat Piens hoeven met mennen gewoon heel hard slijten. Het liefste mennen natuurlijk buiten op de straat, lekker mennen. En dan slijten de hoeven gewoon heel snel, dus daarom wou ik graag hoefschoentjes voor aannemen. En Sonja is hier vandaag met mij om op Pien de hoefschoentjes aan te gaan meten. En dan gaan we natuurlijk ook nog een stukje mennen. Ja, zeker. Nou, het klopt, een mooie introductie. Mensen nemen inderdaad op een gegeven moment de keuze om hoefschoentjes te gaan doen. Om te veel slijtage van hoefjes te voorkomen. Hoefjes worden teruggevoelig. Ja. En dan zijn hoefschoentjes de ideale oplossing. Nou, hoe gaan we nou de maat bepalen? Nou, Pien heeft het al gezien, hè Pien? We hebben daarvoor een maatabelletje. En dit maatabelletje gaan we meenemen onder de hoefjes van de paarden. Je ziet dat Cavallo voor de kleine ponies inmiddels 4 maten heeft. Dat is de Cute Little Bull M1 tot en met M4. En ik heb van tevoren al even wat foto's laten stellen. En ik schat in dat het M2 of M3 moet zijn. En dat gaan we zo dadelijk bepalen. Ja, superleuk. Ja. Nou, laten we beginnen. Test ik nou of ze niet te groot zijn? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb ook nog een M4 ergens in de doos. Als ze te groot zijn, en ik zou hem een beetje optillen, dan kan je ze draaien. Okay. Dat is in haar geval niet. Nee, dat is deze stok M3. Nou, dan doen we even een stukje en dan doen we de achterkant. Kijk, voilà. Heel goed. Ja, keurig. Ze hebben een goed.
Wat ik zou doen, is voor deze de smalle nemen van nummer 3. Kijk, dit is de regular. Mm-hmm. En die gaat te wijd zijn. Ja. Ja, ik denk dat je ze nu ook kan draaien. Hier heel smal. Dus dat betekent dat de regular zo daar eigenlijk niet past. Ja. En de Cute Little Boot heeft ook slim zool. Dat zijn 5 mm smaller. Op de kleine voetjes 2 mm. En dan gaat dat beter passen. Ja. Nou, we hebben de hoefschoentjes gepast. En voor hebben we de juiste maat kunnen vinden. Ze heeft M3. M3 bij de voorschoentjes. En dit zijn gewoon de regular. Hè? Regular sol, ja. En je hebt dus ook nog slim sol. En Pien heeft dus dezelfde maat M3 achter. Alleen de regular past er niet, want die is echt net te wijd. En dat kun je zien doordat hij dan te bewegelijk is. En we gaan dus voor de slim sol. Die heeft ze helaas niet bij zich, dus dat stuurt ze even op. En dan film ik het mennen even op een andere dag. Dat ga je natuurlijk zo meteen gewoon zien. Jij wou nog wat vertellen over de zooltjes? Ja, optioneel zijn er nog kleine gel inlagertjes te bestellen. Wanneer gebruik je die nou? Paardjes die artrose gevoelig zijn of paardjes die bijvoorbeeld hoefbevangen zijn geweest en een onwijs gevoelige zool hebben, dan leg je deze mee in de schoentjes. Je kan ze gewoon uitknippen op de maat van het schoentje wat je nodig hebt. Alle maten staan er eigenlijk keurig op afgeprint. Waarbij ook het verschil tussen de regular sole en aan de achterkant de slim sole zichtbaar wordt. Ja. Dus hartstikke leuk. Pien is super braaf geweest. Ja, inderdaad. Het staat daar super cool. Ja. Ik ben heel benieuwd. Op naar de volgende fase. Hoe het met het mennen straks gaat. Ja, leuk. Belangrijk is nog even om te vermelden dat als je met je paard met hoefschoentjes begint, dat het paard de tijd krijgt om ze in te lopen. Ja, niet zeggen, ik doe ze aan, net als met eigen schoenen, niet gelijk 2 uur, 3 uur gaan rijden. Met halve uurtjes opbouwen en dan zul je zien dat er niets aan de hand is. Smal en die passen dus echt perfect. Ze draaien niet, daar moet je dus goed op letten dat ze niet te veel draaien. Maar ook niet dat, dat je een vinger ertussen kan doen. Er mag wel iets ruimte tussen zitten, maar niet te veel. Dus ik ga nu lekker mennen. Helaas regent het buiten al het hele weekend. Dus we gaan even binnen mennen en hopen dat het zometeen nog even droog wordt, dat we buiten nog even een stukje kunnen doen. Dat je de juiste maat gaat bepalen van de schoentjes, dat je dit doet binnen 14 dagen na een bekapbeurt. Ja. Wat je kan doen om de schoentjes schoon te houden, mocht je de verkeerde maat hebben besteld, is bijvoorbeeld een plastic zakje om het hoefje. Ja. Nee, dan kan je, blijft de schoentjes altijd schoon. En in ieder geval ook even goed uitkrabben dat ze geen steentjes en zo in zitten. Ja, super. Ik wil jou heel erg bedanken voor de mooie schoentjes ook. Happy? Pien is ondertussen al heel veel plezier van krijgen. Heel erg bedankt. Nou, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Ik heb nog iets superleuks voor jullie. Ik mag namelijk een setje Cute Little Boots van Cavallo weg gaan geven. Dat zijn deze boots, dus de glitterversie. Superleuk natuurlijk. Wil je deze nou winnen? Abonneer dan even op het kanaal van Horsefit Shop.
Doe een duimpje achter en laat in de reacties weten waarom jouw kleine pony deze boot verdient. Jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als jullie de video leuk vond. Abonneer op het kanaal van Horse Shop als je meer video's van mij wil zien. En tot de volgende video. Doei!